Minister Albert Ramdin is sinds gisteren voorzitter van de Caribbean Development and Cooperation Council, CDCC. In die hoedanigheid werkt hij aan een nieuwe visie hoe landen in het Caribisch gebied moeten reageren op ontwikkelingen in de wereld. Ook wil hij er naartoe werken dat CARICOM-landen zelf initiatieven nemen om een bepaalde ontwikkeling door te maken. Met het voorzitterschap van CDCC krijgt Suriname volgens hem de gelegenheid om inhoudelijk een sterkere bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van de regio. Inhoudelijk betekent in dit geval ook kijken naar wat zijn de prioriteiten voor ons als land en welke bijdrage wij in de regio kunnen leveren. Zoals ik al eerder zei, de economie verandert in de wereld, de politiek verandert in de wereld. De toekomst van de wereld is vrij onzeker. We weten niet of we een wereldrecessie krijgen, een kleine of een grote. Maar al die dingen gaan besproken worden regelmatig, elke 3 maanden, virtueel meestal. En er zullen meetings zijn waar we dus in persoon aanwezig moeten zijn. Alleen maar mogelijkheden om Suriname weer uit te dragen. Maar ook de stempel van Suriname, de invloed die Suriname kan hebben op internationale en regionale processen, om die nadrukkelijk naar buiten te brengen. De scheidende voorzitter van de CDCC, de minister van Buitenlandse Zaken van St. Vincent en de Grenadines, Kiesel Melissa Peters, zegt dat haar voorzitterschap vele uitdagingen heeft gekend. Een van de belangrijkste was de COVID-19-pandemie en alles dat daarmee gepaard ging. Maar ook andere rampen hebben een impact gehad op diverse landen in het Caribisch gebied. Peters benadrukt dat de Caribische landen moeten blijven werken aan een duurzame ontwikkeling. Daarvoor moeten de wegen naar internationale organisaties en fondsen goed bewandeld worden. We in the Caribbean must continue to make the case for our sustainable development by repositioning the subregion for recovery and resilience. I know we have all been making efforts to present our first voluntary national review, the VNR, on the progress in implementing the 2030 agenda and achieving the Sustainable Development Goals. Some, like Jamaica, have presented twice. My own country was proud to present in 2020. Reporting through these VNRs is worth the effort because they show how far we have come in achieving the global goals in our respective countries and offers a glimpse of the common challenges that we face in implementing the SDGs. De ministers spraken gisteren tijdens de opening van de 29e sessie van de CDCC in Hotel Torarica.